Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Oud-burgemeester Gert de Kok wil iedereen die betrokken was bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Drimmelen hartelijk bedanken. Hij kijkt met veel plezier en voldoening terug op het afscheid van alle externe relaties, het interne afscheid van de medewerkers van de gemeente op 13 december en de bijzondere raadsvergadering op 16 december in de Korenbeurs. Gert de Kok spreekt zijn dank uit voor alle vriendelijke woorden, bloemetjes, kaarten, cadeaus, digitale berichten, filmpjes, brieven en andere blijken van betrokkenheid. Ook is hij blij met de mooie geldelijke bijdrage aan de stichting Met Je Hart Drimmelen. De VVD heeft Tim Simons voorgedragen als nieuwe wethouder van onze gemeente Drimmelen. Hij neemt daarmee de plaats in van Lieke Schuitmaker, die onlangs benoemd is als burgemeester in de gemeente Alphekaam. Tim is op dit moment nog fractievoorzitter van de VVD en hij loopt al jaren mee in de Madense politiek. Hij is, zo geeft hij zelf aan, goed op de hoogte van alle lopende dossiers en zal weinig inwerktijd nodig hebben. Wij wensen hem veel succes. De inzameling van oud papier en karton vindt sinds dit jaar op weekdagen plaats. Per dorp zijn er verschillende routes waardoor het kan zijn dat het oud papier en karton bij uw buurman al wordt ingezameld en u een andere dag aan de beurt bent. Wie wil weten wanneer papier en afval buiten gezet moet worden, kan dit vinden met de gemeente Drimmelen app voor afval en meldingen. En op de website van de gemeente. Let op, er is een onofficiële app in omloop, dus zorg dat u de officiële app downloadt met het logo van gemeente Drimmelen. De bouw van het tweede deel van het bouwplan Venster van Made vordert gestaag. De contouren van de nieuwe huizen in deze tweede fase van het bouwplan worden duidelijk zichtbaar. De binnenwanden van de huizen worden als prefab onderdelen aangevoerd en met een kraan geplaatst. Je ziet de huizen als paddenstoelen uit de grond schieten. Het appartementencomplex in de wijk is onlangs door de nieuwe bewoners in gebruik genomen. De Drimmelense ZAP-vrijwilligers hebben vorig jaar ruim 8000 kilo zwerfafval opgehaald. Ze kunnen dat in Helemaal Groen app bijhouden. Er zijn in onze gemeente 250 ZAP-vrijwilligers aangemeld. Ze krijgen van de gemeente de benodigde materialen om dit werk veilig en doeltreffend te kunnen doen. Sommigen gaan één keer per jaar op pad en andere wekelijks. De app wordt nu door 39 mensen gebruikt. De Helemaal Groen app is een landelijke app die ook bijhoudt welke plaats je hebt bereikt per gemeente. In 2022 haalden de Drimmelense vrijwilligers de derde plaats. Alleen in de gemeente Berkelland en Goeree-Overflakkee werd met de app een hogere score behaald. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als er helemaal geen afval meer in onze gemeente op straat belandt. Dan nu wat verenigingsnieuws. Op maandag 9 januari zijn tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Harmonie Sint Cecilia in Made een aantal leden gehuldigd voor hun 12,5, 25 of 40-jarig durend lidmaatschap. Het is fijn dat de verenigingen kunnen bouwen op ervaren leden die zo lang lid zijn. En op zondagmiddag 22 januari om 2 uur neemt Peter Lichthart, dirigent van het vrouwenkoor Amor Musea en het Madense mannenkoor afscheid tijdens een concert. Erik Loze neemt het dirigeerstokje van hem over. Het concert wordt gehouden in het Fletcher Hotel de Korenbeurs. De meeste mensen zullen er inmiddels van overtuigd zijn, we moeten in rap tempo weer duurzamen. Ter Heide maakt het dorp energie-neutraal met zon, wind en warmte van eigen bodem. De eigen energiemaatschappij, de Traaise Energiemaatschappij, levert stroom en warmte aan de huishoudens in Ter Heide. Het dorp is straks niet meer afhankelijk van de grote energiemaatschappijen. De stappen die het Traaise Energiecollectief de afgelopen jaren maakte, zijn vastgelegd in een documentaire, De Energievrijstaat. Op zaterdag 21 januari is de Traaise première van de documentaire in de Koer. Via de website van TEC kunt u kaartjes reserveren. De toegang is gratis.
De bibliotheken uit onze gemeente organiseren de lokale finale van de nationale voorleeswedstrijd voor alle schoolkampioenen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Dit jaar is dat extra feestelijk. De nationale voorleeswedstrijd bestaat 30 jaar. Maar liefst 9 basisscholen hebben hun schoolkampioen aangemeld. De plaatselijke voorleeswedstrijd zal plaatsvinden op woensdagochtend 25 januari bij het Dongemond College in Made. Van 9 tot 12 uur. De winnaars mogen zich lokaal voorleeskampioen noemen. En zij gaan door naar de regionale finale. Na de regionale finale volgt de provinciale finale en de winnaar van de provinciale finale zal onze provincie vertegenwoordigen tijdens de zinderende landelijke finale van de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen.